Ik moet jullie even iets vertellen. Weet je waar ik gisteren was? Ik was uitgenodigd door graaf Arnold het Kind de Rodenbeke in het kasteel van Ooidonk. De graaf is een groot liefhebber van die nieuwe muziek van Debussy en ik werd uitgenodigd om een paar stukken van Debussy te spelen in zijn vernieuwde salon. Ik heb de hele namiddag geoefend, maar dan kon ik ook even rondlopen in het kasteel. Ik was zo onder de indruk van al die verbouwingen met die prachtige eretrap en vernieuwde salons in rococo-stijl en empire-stijl. Overal waren vitrinekasten met de privécollectie van zilverwerk in porselein. Daarna wou de graaf mij absoluut ook de tuinen tonen en de serres en de fonteinen. Ik heb heel veel plezier gehad. Ik hou zoveel van Debussy en ik mocht zelfs overnachten in een van de gastenappartementen. Toen ik ging slapen, controleerde ik wel of de deur van mijn slaapkamer goed dicht was. Want graaf van Hoorne, een van de bekendste eigenaars, kom ik toch liever niet tegen op de trap met zijn hoofd zo onder zijn arm. Je vais te rouler.